Hallo kijkers van Ultra Gamers en Ine. En welkom alweer bij aflevering 32 van Busdriver. We gaan vandaag de laatste missie van niveau 6, wereld 6. Vakantie. Heel mooi. SCS Transport organiseert een reis voor haar beste en hardst werkende buschauffeurs. Haal de gelukkige her en der op in de stad en rijd ze veilig naar het vliegveld voor een avondvlucht. Krijg ik dan geen vakantie? Dat is gemeen. Ik werk toch het hardste van allemaal. Of misschien mag ik stiekem mee. We zullen het zien. We hebben vandaag 11 bushaltes. Valt op zich reuze mee. Maar 11. Vergeleken met de vorige keer is dat een beetje weinig. En ook niet te veel. Maar dus. Het is wel een hele grote rit. Kijk maar. Echt waar. Ja. Huge. Huge. Overal gaan we naartoe. En overal gaan we her en der. Van voor naar achter. Van links naar rechts. Overal. Nou ja. We gaan maar rustig. Zonder te slippen proberen het te halen. Die drie questen gelden voor hetzelfde. Naam kunnen zeggen. Opschrijven. Hoe heet dat andere? Een ster krijgen. En je totaal scoren boven de 0. Nou, deze rit gaat dus niet echt om de bushaltes, maar deze rit gaat meer om dus de afstand. Ik denk dat die auto eerst een boete krijgt van mij. Ik denk ook dat dit een lange rit gaat worden. Ja, mijn totaalscore staat al boven onder de 0. Oh, helemaal geweldig. Maar dus, ik denk dat dit een lange rit gaat worden. Weet ik veel. Ik schat op 20 minuten, een half uur. De rit ongeveer. Verkeerde weghelft. Hier staan hier strepen, meneer. Dus. Oké, nu staan ze er wel. Oh. En het ging al fantastisch. Kan deze bus trouwens ook kapot? Dat vraag ik me ook trouwens. Maar als hij kapot kan, heb ik hem waarschijnlijk al lang gesloopt. Oh, kijk, daar staat een. Hoe heet zo'n ding? Een speelgoedvrachtwagen staat daar door een politieagent gearresteerd. Of hij is uitgeslept, weet ik veel. Er rijdt een andere auto. Hallo. Een rustig weggetje dit. En naar beneden en naar boven. Naar boven, naar boven. Mooi. Naar hoger. Goed zo. En dan gaan we weer naar beneden. Gaat goed hier. Dit weggetje vind ik op zich leuk, weggetje. Verkeerde weghelft. Ik rij op een goede weghelft. Dat heb je weet. Oké. Ik ga die auto even inhalen. De auto inhalen. Niet die brots aantikken. Dit wordt een lange rit. Oh. Nou, op zich zitten de bushaltes ver van elkaar. Dus eigenlijk heb ik hier niks te klagen. Het is een beetje donker. Verkeerde weghelft. Letten ze hier nu strenger op ofzo? Dan weet ik zeker dat die ene quest van boven de 0 de totaalscore niet gaat lukken. Ik hoop in ieder geval dat we deze rit overleven. Het is een lange rit. Een heel lange rit. Echt een super lange rit. Ik hoop dat ik ook genoeg benzine in de tank heb. Ah, onze eerste bushalte is lekker in de buurt. We zijn er al vlakbij, onze eerste bushalte. Dat gaat heel goed. Dus, na deze missie is het spel afgelopen. Als er credits, als er een aftiteling is, laat ik ze natuurlijk afspelen als er credits zijn. Dan laat ik ze ook natuurlijk zien. Maar zijn ze er niet, dan gaan we zonder credits gewoon op naar de volgende serie. En die begint volgens mij morgen. Ja, die begint volgens mij morgen.
Volgens mij wel. Morgen is het maandag, dus ja, volgens mij begint die morgen. Zo, we zijn in Heston. Zo, we gaan weer lekker verder. De volgende bushalte moeten we zijn binnen 2 minuten volgens het spel. Kunnen we daar zijn binnen 2 minuten. Geloof ik het spel ook een beetje bij. Zou het zijn, joh, dat je het spel niet kan geloven. Dat zou erg zijn. Dat je het spel niet kan geloven. Dat je zelf een beetje moet slim nadenken wat het spel eigenlijk wil. Dat zou het zijn. Nou ja, op zich is die bushalte, ja, die liggen wel een beetje dicht bij elkaar. Als het maar 2 minuten verschil is per bushalte, dan valt wel mee. Dan valt het wel mee. Nou, kom op. Die bus kan ook echt niet sneller dan rond de 50. Busje, ik kan nou even sneller, want dit duurt te lang. Bus, kom op. Goed zo. Hij is al bij die bult aangekomen, wauw. 2 radiotorens daar, als het radiotorens zijn. Ik denk van wel. Maar het kunnen ook geen radiotorens zijn. Maar ja, ja. Volgens mij zijn we hier ook heel vaak al geweest. De volgende bushalte is lekker dichtbij. Dat gaat super goed. Het is hier trouwens donker buiten. Nee, op het spel, hè. Hier buiten. Nu op dit tijdstip dat ik dit opneem is lekker licht. Uur of wat zal het zijn? 3:15. Nou, oké. Remmen. Onze totaalscore gaat trouwens naar boven. Dat is heel erg mooi. We zijn in Grove Park. Zijn we volgens mij ook heel vaak geweest. Nou, de volgende. Hoe ver ligt die? 8 minuten afstand. Oh, lawaai. Oh, wat een flinke rit. Dat is overdreven, die rit. Ik vind ritten geweldig, hoor. Maar 8 minuten afstand. Nou, lawaai. Ligt hij soms aan de andere kant van het land? Nou ja, oké. Nou, gaan we lekker doorrijden. Waarom zegt dat ding trouwens dat ik deze kant op moet? Als die bushalte de andere kant op ligt. Oh, dat ding vraagt of ik naar rechts wil. Maar we gaan waarschijnlijk vanaf de snelweg. Kom op. Ja hoor, precies als ik er naartoe wil, rood. Dit wordt echt een rit vol met botsingen en al dat geval. Ja, rood stoplicht. Nee, groen stoplicht. Oké. Okay. Lekker doorrijden. Zo. Maar we eindigen dus deze af. We eindigen dus dit spel met een paarse bus. Het is niet echt de favoriete kleur van een bus. Als ik een bus zie, heb ik hem liever niet paars. Maar ja. Misschien vinden de mensen het leuk, die andere buschauffeurs die zoveel harder hebben gewerkt dan ik. En ik heb echt die 32 afleveringen al opgenomen van Busdriver. En met 32 ritten. Dat heb ik echt niet gedaan. Ik heb echt niet een paar uren ritten staan doen voor het bedrijf. Echt niet. Ik verdien echt geen vakantie. Ik ga gewoon stiekem mee. Of ik neem ontslag hierbij. Oh. Ik werk een paar uren. 32 afleveringen lang, dan mag ik niet op vakantie van een bedrijf. Erg. Heel erg. Super erg. Het is gewoon een discriminatie. Wat hebben die anderen meer gewerkt dan ik? Ik moet 32 lijnen bijhouden. En hun hebben maar 1 lijn. Hoe hebben hun dat harder gewerkt dan ik? Ik klik verkeerd. Oh. Even kijken, hoe rijden we? We zijn net zo gereden. Ik denk dat we hier ergens rijden nu. Dan gaan we zometeen die brug over gaan steken. We zullen zien.
volgens mij klopt het wel. Ja, het klopt. We gaan de brug oversteken. Nou, mooi. We zitten wel op 1/3 van de rit. Ja, 1/3 van de rit. Of nee, 1/4. Dus stop een kwart. Die pont ligt er nog steeds. Pont, wanneer moet jij eens vertrekken? Want je ligt er al zo'n 32 afleveringen lang. Best een lange tijd. Lantaarnpalen staan aan. Heel mooi. Komt een sterretje uit die lantaarnpalen. Het water is ook mooi. Of de stad op de achtergrond, op de voorgrond, waar we naartoe rijden. Geweldig tot nu toe. Nou, kom op. Waarom kunnen deze bussen niet harder dan 44 of rond de 50? Nou, ik heb het niet zo'n gevoel dat we te laat komen. Volgens mij rijden we lekker op tijd. Het is nog maar zeg maar een kilometer. Het is nog zeg maar een kilometer. En we hebben nog 5 minuten. Nou oké, 1,5 kilometer. En we hebben nog 5 minuten, dus ik denk dat we nog mooi op tijd komen. Dat we heel erg mooi op tijd komen. Er staan pijlen op de weg. Ik ga deze kant blijven. Wat zijn ze hier aan het doen? De tunnel omhoog houden. Waarschijnlijk. Die tunnel staat waarschijnlijk op instorten. Zo. Niets bij. Ik vind nog steeds die knipperlichtjes mooi. Knip. 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 Nee! Dat vind ik niet mooi. Die muur van die tunnel. Dat is het niet mooiste. En die oprit ook niet. Wie verzint er nou een oprit die een beetje in een rondje omhoog loopt? Ja, oké, okay, op zich. Maar niet zo'n rondje. Waarom zo'n bocht? Zo'n rondje mag wel, hè? Waarom zo'n hele bocht en dan weer zo'n hele bocht? Oh, en ik moet een beetje opletten met die richtingaanwijzers. Nou, ik weet niet zo precies of we het gaan halen binnen de tijd. Als ik nu even naar de tijd kijk, is het nog maar 4 minuten. Dus hebben we nog maar 0,4 kilometer. 0,40 kilometer. Zeg maar bijna een halve kilometer gereden. Groen, 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 groen. Groen, mooi! Gas. Nog ongeveer 1 kilometer. Binnen 4 minuten, zeg maar. Oké. Gaan we halen. We gaan het gewoon halen. Binnen 3,5 minuut 1 kilometer rijden. Als deze bus een beetje wil doorrijden, mag het wel, hè? Zo. Oh, zo'n irritante bocht. Zo, heb ik toch op de goede tijd even de richtingaanwijzer aangezet. Zo. Ik ga even hun inhalen, want dit duurt echt te lang. Aan de kant. Aan de kant. Groen, kom op, stoplicht. Nog een halve kilometer. Groen, groen. Kom op, ik wil doorgassen. Nee, is niet groen, is niet groen. En ik kan dan ook niet remmen. Oké. Okay. Deze moet groen dan, snel. Groen, groen, groen. 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 Stoplicht. Goed zo. Waarom moet ik hier trouwens linksaf? Oh, misschien omdat de weg daar een beetje afloopt. Zo, we hebben nog 2 minuten voor een halve kilometer. Gaan we wel halen. Als ik keek naar, we hadden 4 minuten voor 1 kilometer, dan zit ik me toch af te vragen of we het gaan halen. Oké. Okay.
lekker doorrijden. We rijden snel genoeg om het te kunnen halen. Maar ik zie die bushalte nog niet in beeld. Misschien, ja, ik zie hem nu wel op de kaart staan. Dan ga ik zo wel even kijken op de kaart waar we zijn. Zo, even naar rechts. Zo, een beetje in de gaten houden. Play games. Ja, Bordje, dat doe ik de hele tijd al. 32 afleveringen van dit spel al. Mooi, hè? Bordje, ja. Dacht ik ook. Kom op, remmen. We zijn in Terminal West. Volgens het bordje. Lag Terminal West niet ergens anders? Ik dacht dat we het gingen halen. En we gaan het ook halen. Zo, we zitten een minuut van tevoren. Terminal West. Oké. Okay. Ach. Oh. Maar anders moest ik daar een minuut wachten. Dat halen we zo wel op. Zo. Oh. Te veel geremd. Ja. Sorry jongens. Nou. We kunnen wel een beetje met die met dat ding werken. Juist gebruik van de richting aanwijzen. Ik weet niet of we het gaan halen hoor, die totaalscore boven de 0. Ik hoop van wel. Maar het kan ook van niet. Nou ja, hoe ver moeten we rijden? Een halve kilometer daar van mij. Zo. Nee, nee! Ik lette een beetje op de verkeerde stoplicht. Nu hebben we heel veel minpunten. Nu wil ik niet meer op het gaan halen. Ach, vergeet het te remmen. Ach, oh God. Krijg je van zo'n lange rit? Dan vergeet je alles. Volgens mij, als ik bij die bushalte ben, dan ben ik zeg maar op de helft qua afstand. Denk ik. Even op de kaart kijken. Vanaf daar zijn we begonnen. Dan ben ik nu hier. Nee, de helft is pas verderop. We moeten nog het hele stuk. Oké. Okay. Ik hoop niet dat de aflevering te lang gaat duren. Ik weet het op zich niet. Ik probeer natuurlijk dit zo snel mogelijk te doen. Ook voor de klanten, want die willen zo snel mogelijk op vakantie. Ik heb zelfs minuten voorsprong, zoals de, van de tijd. Zoals de tijd zei. Ik heb al... Ik loop 1 minuut 20 voor op de tijd waar de ding had aangegeven. Oké. Okay. Oh, zeg oké, okay, ding. Ik ga niet wachten. Kom op. Kom op. Oké. Okay. Jongens. Ik zie jullie zo als het ding oké zegt. Volgens mij gaat dat ding zo oké zeggen. Dan gaan wij weer wachten. Op wie wachten wij eigenlijk? Er komt toch niemand bij. Oké, we zitten 24 seconden nog op de teller. Misschien moeten we 24 seconden wachten. Ondertussen al die bussen die daar voorbij gaan. Dat duurt lang. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, we kunnen vertrekken. Ik weet niet waarom.
we daarop hebben gewacht. Maar toch hebben we erop gewacht. Nou, ik denk dat we de totaalscore niet meer gaan halen. 1,5 kilometer voor de volgende bushalte. Maar dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Die rit valt wel mee. 1,5 kilometer. We hebben verder gereden. Oh. Ik word zo zat van die bussen. Ik denk dat ik ontslag ga nemen van buschauffeur zijnde. Op het spel, hè. Oh, dit duurt echt. Gasten, waarom staan jullie midden op de weg? Stil. Dat mag niet. Dat hoort niet. Ja. Dag. Nou ja, ik probeer een beetje mijn best te doen. Qua rit. Zo. Nog zeg maar 1 kilometer. Dat is niet zo lang. Ik dacht echt dat dit ritje meer om de bushaltes ging dan om de afstand. Maar nou ja, dit ritje gaat echt meer om de afstand dan om de bushaltes. Oké. Okay. Dan hoop ik niet dat de aflevering te lang gaat duren. En dan hoop ik dat we het ook gaan halen. 1 kilometer binnen 2 minuten. Waarom heb ik mijn richtingaanwijzer nog aan? Er rijdt een ambulance voor me. Hallo meneer de ambulance. Gaat het goed met u? Als ik hier even... Oh, die bus rijdt er langzaam. Dat merk ik ook wel. Nou, oké. Okay. Maar jullie moeten wel zien, dit is de laatste rit van het spel. Dus het moet wel een grote finale wezen. En dit is de laatste keer dat ik op dat eiland was. Want ik ga nu weer terug naar het eiland waar ik net was. Dus zeg maar even gedacht tegen het eilandje waar jullie net waren. Mensjes van jullie gaan het nooit meer terugzien. Zeg maar dag, dag, mooi dag. Waarom gaan die buschauffeurs er eigenlijk uit? Ik dacht dat ze vakantie hadden. Gekregen bij het vliegveld. Ah, ze zijn misschien een beetje misselijk. Ach, buschauffeur, ik rijd toch goed? Misschien dat hij mij daarom geen vakantie wil geven. Of misschien moet ik gewoon zelf vakantie nemen. Dat niemand straks gewoon vakantie neemt, dat ik gewoon vakantie neem. Kan ik? Kom op. Stop licht, spring. Goed zo. Stop licht, spring op groen. Ja, heel goed. Even kijken. Of deze. Nog even. Nee. Nee. Ja. Of deze. Zo. Nou, we zijn in ieder geval bij de volgende bushalte. Nog binnen de tijd. Evil Central. Nou. Oké, hey, we kunnen weer verder. Hoe ver ligt de volgende? Oh, kilometertje afstand maar. Pam 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 pam
Ach. Ik dacht dat het oranje bleef. Oh. Yes. Precies op tijd geklikt. Maar tararara. Heel mooi. Die je met de toeter kan. Met de toeter. Dat ding. De melodie van tararara. Ik heb een schorre keel, ja. Pamperdam, pamperdam. Jammer dat er geen automatische besturing in zit. Ik gewoon kan zeggen, rijd daar even naartoe. Want ik moet nu echt helemaal helemaal doorrijden, helemaal. Heel het stuk van hier naar daar en helemaal door elkaar. Heel mooi. Ja. Nou, dan gaan we lekker doorrijden. Dus niet door de lantaarnpaal rijden, maar gewoon de weg doorrijden. Café Neon is daar weer. Ik denk dat het café zo heet omdat die neonverlichting om zich heen heeft. Kan ik voor dit stoplicht stappen? Ja hoor, dat lukt me wel. Voor dit stoplicht wel. Ik word een beetje moe, het is avond hier op het spel. Geef zo'n vermoeide blik. En zo'n hele grote rit. Uh-oh. Oh, al onze klanten zijn een beetje misselijk. Is niet best. Nou, dan mogen ze zometeen uitstappen en eventjes buiten de bus doen, niet binnen de bus. Ik wil die bus schoon achterlaten als ik vertrek met het vliegtuig. Richting... Ah, dat zien jullie morgen wel, waar ik net toe ben gevlogen. Of jullie zien het donderdag. Nee, jullie zien het donderdag. Morgen doe ik wel 3 gewoon losse afleveringen. Morgen, dinsdag en woensdag doe ik gewoon 3 losse afleveringen. Jullie zien donderdag wel waar ik naartoe ben gevlogen. Geweldige stad. Laat ik het daarop houden. Als het stoplicht mooi even op groen springt. Ik vind het in ieder geval een geweldige stad. Heel mooi. Nog maar 6 bushaltes te gaan. Nog 20 seconden op de teller. Gaan we het halen? Gaan we het halen op tijd? Dan zijn we tot nu toe bij alle bushaltes op tijd geweest. Ja, we zijn in Northwood Hill. Nou, even wachten tot dat ding weer oké zegt. Kom op, zeg oké. Oké. En dan klik ik weer verkeerd. Ach. Laten we gewoon door dit verder rijden. Volgens mij zijn we nu... hier. Oh, over de helft. Dan moeten we alleen nog maar... langs die moeilijke bocht, langs de, door de stad heen en door het sneeuwgebied. En hoe lang ben ik al bezig? Een half uur. Nou, gaat goed. Dat is mooi zeg. Al een half uur bezig. Oh. Nou, dan gaan we leuk verder rijden. Leuk verder rijden. Hoe eerder we van die bocht af zijn, die moeilijke bocht, hoe beter. Was... beneden die bocht krijgen we nog zo'n bushalte. Oh, maar dat is niet zo ver weg, die bushalte. Er ligt alleen die bocht een beetje in de weg. Ja, en daarom heb ik zoveel tijd natuurlijk. Omdat die bocht er natuurlijk bij ligt. En die bocht is zo vervelend. Kunnen ze niet gewoon in één keer naar beneden zo'n bocht maken?
Waarom dit? Ik denk trouwens dat het niet meer gaat lukken, die totaal scoren boven de 0. Hoe kunnen trouwens twee mensen zo erg gillen? Maar dat klopt niet. Ja, ik weet verkeerde weghelft. Nou, ik gebruik gewoon de hele weg. Wat zal ik blij zijn als ik straks op vakantie naar een andere stad ben en van die verkeersregels af ben. Of heb je dan toch nog steeds verkeersregels? Als ik mag kiezen, heb ik toch liever geen verkeersregels in de volgende stad. Ook geen boetes en zo. Dat ik gewoon kan doen wat ik wil. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Ik denk. Ik weet niet. Of ik. Dat zien jullie donderdag wel. Morgen en dinsdag en woensdag komt er natuurlijk een losse aflevering. Van drie verschillende spellen. Die heel veel met elkaar gemeend hebben. Maar dat zien jullie morgen, dinsdag en woensdag wel. Daar ga ik even niks over verklappen. Maar dat zien jullie dan wel. Ding 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 ding. Kerstverlichting hier. Tararara. Tararara. Tam 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 tam. Mooi, heel mooi. Zo, hier de wachtroom en dat gaat helemaal geweldig. En daar heb je de volgende bushalte al. In Sandersteed. Yes, ik weet waar die bushalte stond. Staat gewoon hier heel groot op Sandersteed. Dus ik denk dat het in Sandersteed is. Nou. We zijn nog op tijd ook. Geweldig. We zijn in Sandersteed. We wachten even tot hij oké zegt. Zeg eens oké ding. Zeg eens even oké alsjeblieft ding. Zeg even oké. Ding zegt nu onmiddellijk oké of ik vernietig je. Ding wil niet oké zeggen. Ding. Ja, Ding zegt oké. Dan rijden we mooi door. Oh. Kilometer afstand. Maar een kilometer. Dat valt reuze mee. Even rustig hier de bocht om. Het is maar een kilometer. Dat valt reuze mee. Het is maar een kilometer. Dat valt echt reuze mee. Zo ver is dat niet. Nee! Rood stoplicht, nee! Oh, ik moet echt op rood stoplichten gaan letten. Kijk ondertussen even naar mijn totaalscore. Min 2475. Ik denk dat ik weet waarom ze mij naar het... Oh, maar die mannetjes zijn wel blij. Hallo mannetjes, jullie vinden het helemaal niet erg hè, dat ik een beetje slordig rij. Maar slordig rij, ik vind dat ik geweldig rij hoor. Oh. Ja, eventjes geen... Maar wel groen licht. Kom op. Groen licht, kom op. Gas geven. Nog zeg maar een halve kilometer. Oranje licht, mooi zo. Prachtig. Zo, dat was even heel snel er doorheen. Banjaderen. Of hoe je het ook wil noemen. Oh, ik moet zo naar rechts. Oh ja, nu zie ik pas op de kaart waar die bushalte is. Hier naar rechts. Dan ga ik hier naar rechts. Dat is ook goed. Nou, en dan komen we zo door het sneeuwgebied waarschijnlijk. En dan zijn we
Op vakantie. Bij het vliegveld gaan we dan op vakantie. We vliegen naar de volgende stad. De stad die jullie pas donderdag zien. Zijn jullie al nieuwsgierig? Wacht tot donderdag. Maar dus morgen, overmorgen en woensdag komen drie losse video's van drie spellen die veel van elkaar gemeen hebben. En ook een beetje oude spellen. Ja, ook oude spellen, en mooi ertussen. Geweldig. Oh ja, als jullie de hele serie willen terugkijken, er staat een afspeellijst van. Moet je gewoon bij afspeellijsten. Heb je de hele serie. Oh. Oké, het is 1,5 kilometer rijden ongeveer. Naar de volgende bushalte. Dat valt best mee. Ja, we moeten wel door de stad heen. Dus zo snel gaat het niet als gewoon door het landschap heen. We moeten zo rechtsaf. Kom op. Stoplicht. Alsjeblieft, doe het voor de kijkers. Doe het voor mij. Doe het voor de bus. Doe het voordat je me nooit meer gaat zien. Nee, doe dit allemaal niet voor. Ah, doe dit wel voor. Hij doet het er wel voor dat hij het niks over gaat doen. Oké. Okay. Moet je helemaal zelf weten. Ik moet straks even een glaasje drinken te pakken, joh. Schorre stem. Schorre stem, schorre stem, schorre stem. Waarom zit ik nou steeds de hele tijd met Jingle Bell Melodie in mijn hoofd? Oh ja. Helemaal geweldig. Gaan we hier rechtsaf. Oeh, lantaarnpaal. Ai, ai, ho, ho, ho. Lantaarnpaal, dat mag niet. Dat mag niet. Ach. En dan rijd ik ook nog daar tegenaan. Ik moet een beetje opletten op het scherm. Zo, heel mooi. Nou, nog maar een heel klein stukje. Stoplicht weer. Stoplicht, spring op groen alsjeblieft. Alsjeblieft, spring op groen. Heel mooi. Moet je echt veel vaker doen. Hoef ik niet op je te wachten. Zo, ondertussen gaan we hier even de bult af. Zijn we zo bij het sneeuwgebied? Wat zou je denken? Zou je denken dat we zo snel bij het sneeuwgebied zijn? Bam, 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 bam. Bam, lantaarnpaal, dat wil ik niet meenemen. Oh. Oh. Oh, ik ga te snel. Groen stoplicht. Oranje. Ik had gedacht dat het oranje was. Oké, okay, maar we scheuren wel in één keer door. Badam-badaratam. Zo. Nog maar een heel klein stukje rijden. Nog maar een heel klein stukje hop. En nog maar een heel klein stukje rijden tot wij dat er zijn. Kom nog maar een klein stukje. Nog maar een heel klein stukje rijden tot wij er zijn. Nog maar een heel klein stukje en dan zijn wij er. Nog maar een heel klein stukje en dan ben ik bij de volgende bushalte. Hoera! Waar sloeg dat liedje nou weer op? Pam, 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 pam. Pam 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 pam
Nou, nou maar een heel klein stukje. Het spel zegt dat we er binnen 14 minuten moeten wezen. Nou, dan hopen we daar ook op. Oh, hoe lang duurt de aflevering al? Meer dan 40 minuten. Hallo, hé. Het is best lang, als je erover nadenkt. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Zeg eens oké, okay, ding. Zeg eens oké, okay, ding. Oké. Okay. Die buschauffeur zit er lekker te praten. Ze vinden het mooi. Ze zijn blij dat ze op vakantie gaan. Ben ik ook heel blij mee, want ik ga met jullie mee. Als jullie tenminste naar dezelfde stad gaan als ik. Hoor jullie donderdag meer over naar welke stad ik ga. Zo. Want de Hitman-serie is afgelopen. Na deze rit is de Busdriver-serie afgelopen. Twee spellen uit, dat betekent een nieuwe serie. Dan ga ik het ook houden bij één vaste serie. Dan ga ik ook met de aflevering naar minimaal 15 minuten, maximaal 20 minuten ongeveer. Dat vind ik toch al lang genoeg. Dat is toch al lang genoeg. En misschien later ga ik nog wel extra series er doorheen gooien. Want ik heb altijd nog mijn Minecraft maandag. Plus mijn vaste serie. Ik heb altijd nog mijn gewone op dinsdag vaste serie. Ik heb altijd op woensdag nog Bully van Patricia. Vaste serie. Ik heb altijd nog op een donderdag gewoon vaste serie. Ik heb altijd op een vrijdag vaste serie. Plus League of Legends. Tot nu toe blijft dat gewoon zo doorgaan. Ik heb op zaterdag vaste serie en GTA multiplayer. Dat blijft ook zo doorgaan. Tot er veranderingen komen natuurlijk. Hè. En ik heb op zondag natuurlijk vaste serie en Black Ops 2 multiplayer natuurlijk. Hè. Waar ik mensen echt aan het ownen ben. Of ze mij aan het ownen zijn. Maar ja, ik ben nog nooit eerste geworden tot nu toe. Wel steeds derde. Vind ik ook wel knap van mezelf. Vandaag komt er ook een aflevering op dat ik derde was geworden. Dat is allemaal leuk. Leuk en aardig. Allemaal leuk en aardig. Tam 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 tam. Zo, nog maar 4 minuten volgens het spel is dat rijden. Nog maar een kilometertje. Nog 2 bushaltes op de lijn. Holy shit, dat gaat snel. Nou ja. Eén quest kunnen we tenminste van onze buik afschrijven. Die totaalscore boven de 0. En die staat op min 2000. Dat gaat ons nooit meer lukken. Om hem goed te halen. Ja, ik kan hier niet voor remmen. Zie je? Er zitten altijd zo'n stoplichten bij waar ik niet voor kan remmen. Bomen. Een vrachtwagen, heel veel auto's. Een rood stoplicht. Kom op, stoplicht. Ja, maar wel groen stoplicht. Zo, voor die groene bus even langs. Ja, kan ik ook. Mooi, hè? Oh, ik zie hem al aan de andere kant van die weg. Die heuvel op. Oh, oh, oh.
Oh, ik kan doorrijden. Nou, laten we dan als quest nemen boven de min 3000, onder de min 3000 te houden. Dus geen min 3000 of meer min. Want dan heb ik echt gefaald. Echt, dan ben ik aan het falen. Dat wil je niet weten. Oh, hier. Oh, we hebben niet parkeerzone, gaan we even rijden. Zo. Zo. Nog maar een heel klein stukje. Heel klein stukje door het sneeuwgebied. Zo. Zeg maar ook even, jongens. Zeg maar, jongens. Zeg maar ook even gedag tegen de stad. Dag, stadje. Dag. Tot nooit meer ziens. Stadje. Dag. Eindelijk uit die drukke stad met al die domme buschauffeurs weg. Oh, met al die aparte buschauffeurs weg. Oh, deze 6 wil ook niet naar het vliegveld. Met wie ga je dan naar het vliegveld toe straks? Pam, 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 pam. Hé, hey, mooi doorrijden. Kom op, goed zo. Zo. Lekker rechtdoor. Beetje naar links. Beetje naar rechts. Zometeen nog maar één bushalte. En dan gaan we op vakantie. En dan is het ook het spel afgelopen. Dan is deze grote finale afgelopen. Dan is het ook een hele grote finale. Hele grote. Zo. Zo, 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 zo. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. Zo, zo, zo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Zo. Oh, te hard geremd. Daar heb ik niet op gelet. Ik dacht dat ik een rood stoplicht zou krijgen. Maar was geen rood stoplicht. Zo, we zijn nog geen één keer te laat gekomen, hè? Bij deze rit. Fluwel Station. Mensen, ik zie jullie zo als de tijd bijna voorbij is. En dan hebben we nog maar één bushalte. Gewoon, wauw. Hoe ver is het dan nog? We zijn nu hier. Nou, even deze bocht dan. Die bocht, die bocht. Nou zijn we. Gewoon nog even door het sneeuwgebied heen. Het spel zegt dat we daar nog ongeveer 8 minuten mee bezig zijn. Oké. Hij zegt oké, dus we gaan lekker verder. Hoe moet ik deze bocht nou weer maken? Busje, je houdt van scherpe bochten maken natuurlijk. Hè? Oh, daar valt op zich wel reuze mee. Gewoon geen gas geven. En de bus zelf wel even laten draaien. Nou, deze kant op. Wat? Oh, rood licht. Wauw. Nou. Nog 2,5 kilometer. Kijken binnen hoeveel minuten we dat klaar kunnen spelen. Ik zal kijken of ik dat heel snel kan klaarspelen. Want we zitten nu al 50 minuten bezig. Dat is best lang. Dus een beetje doorrijden. Beetje doorrijden. Beetje doorrijden. Beetje doorrijden. Kom op, kom op. Beetje doorrijden. Denk, geef eens gas. Ja, je weet maar nooit. Het gevaar ligt weer aan. Kennen we nog, hè? Het gevaar ligt. Tam 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 tararam. Tam tararam. Het is hier koud. Oh. Ik zijn nog steeds geen kilometers afgekomen. Alleen maar bijgekomen. K
Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Kom op, een heel klein stukje. Oké. De kilometers trekken nu weer af. Ze worden steeds minder. Dat vind ik leuk om te zien. Maar dan komen we steeds dichterbij. Nou, ik ga dus met 3 collega's op vakantie. Oké. Okay. Yeah. 3 collega's. Ik hoop dat ze ook meegaan naar dezelfde stad als waar ik naartoe ga. Maar dan zien we snel genoeg. Kom op. Nou, nog 2 kilometer. Valt reuze mee. Valt echt reuze mee. Die jongens hebben er een klein beetje zin in. Of misschien zijn er ook meisjes nu. Kan ik ze zien? Ik kan alleen maar een klein hoofdje zien. En hier? Kan ik niks zien. Ja, richting aanwijzer aan. Oké, nog maar een heel klein stukje. Nog maar 1,5 kilometer. Het spel zegt dat we daar 4 minuten over gaan doen. Oké. Dan gaan we er 4 minuten over doen. Gevaar ligt weer aan. Oh, de mensen zijn een beetje van... Ik ben nerveus of... Ja. Ja. Wat moet ik ervan zeggen? Ze zijn niet meer misselijk. Tam. Tam. Tam, nog 1,5 kilometer. Kijk, de mensen zijn nu wel misselijk. Oh, jongens, we zijn zo bij het vliegveld. Daar kunnen jullie even over geven. Kom op, bus, dat red je wel. Ik heb zo'n gevoel dat de bus soms denkt van, ik ga geen gas geven. Nou ja, nog maar een minuutje of 4. En dan zijn we er. En daar ben ik blij mee. Dan kunnen we met het vliegtuig richting de stad die jullie donderdag gaan zien. Het gevaar ligt vind ik toch handig. Af en toe. Gewoon af en toe is het wel handig. Ik zeg niet altijd, maar af en toe wel. Af en toe. Niet altijd, maar af en toe. Af en toe. Af en toe. En dat zijn niet de keren dat ik hier tegenaan bots. Maar gewoon af en toe. Kom op, bus. Je kan het wel. Goed zo. Nog maar 1 kilometer. Oh, nog maar 1 kilometer. Ik vind het al helemaal spannend. Nog maar eentje. Nog maar 1 kilometertje. Nog maar 1 kilometertje. En dan zijn we bij het vliegveld. Kom op. Kom op. Nog maar een heel klein stukje. 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 Ja. We weten wel dat het een heel klein stukje is. Ongeveer 1,5 kilometer. Ik moet mijn gevarenlicht even uitzetten. En mijn bus rijdt 60 km per uur. Nieuw record van mijn bus. Ik gas nu ook in ieder geval in 1 keer door. Aan de kant. Ik moet hier rechtsaf. Yes, we zijn bij het vliegveld. Ik zie het vliegveld al. Waarom rijden er trouwens geen andere buschauffeurs en zo naartoe? Het zou eigenlijk wel moeten. Zo, nog maar een heel klein stukje. Benaderen het vliegveld.
Ik hoop dat mijn vliegtuig op vertrekken staat en dan kunnen we meteen vertrekken. Phew. Dit was een rit van op naar je welste. Oh, gast. Een rit van bijna een uur. Dit was mijn rit. Ik dacht, hij gaat een half uur duren, ongeveer. Kom ik aan met een uur. Nou, ik wil meteen weg van deze stad. Deze stad is mij veel te vervelend. Veel te veel vervelend met stoplichten en zo. En we kunnen vertrekken. Onze punten even bekijken. We staan waarschijnlijk in de min. 118 rijbonussen. Ja, we staan waarschijnlijk in de min. Nou, we gaan terug. En dan hebben we het spel compleet uitgespeeld. Ik ga even de credits. Tadaa! Tadaa! Nou, mensen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Zodat deze video een van je favorieten. En dan zie ik jullie later weer. Dan zie ik jullie of maandag, of dinsdag, of woensdag. Of donderdag met een nieuwe serie. Weer terug. Ik zeg doei!